Vandaag gaan we het hebben over de Franse periode in de Nederlands-Indische geschiedenis. Aan de hand van het leven van de donderende heer. Welkom bij de 29e aflevering van Museum Brombeek over de Nederlands-Indische geschiedenis. In deze aflevering gaan we het hebben over de gouverneur-generaal Herman Willem Daendels. Naast zijn persoonlijk leven gaan we ook kijken naar algemene politieke ontwikkelingen die een grote invloed hadden op Daendels en Nederlands-Indië. Daendels werd geboren 21 oktober 1762 in Hattem, in een rijke familie. Zijn vader was stadssecretaris en beheerde ook een steenbakkerij. Ze waren zelfs zo rijk dat ze Daendels rechten konden laten studeren aan de Universiteit van Harderwijk. In 1785 overleed echter zijn vader. In normale omstandigheden zou dit overlijden weinig grote politieke gevolgen hebben. Maar dit waren geen normale tijden. Daendels was namelijk aanhanger van de patriottische beweging. Geïnspireerd door de verlichting en de Amerikaanse revolutie wilden Nederlandse patriotten een democratischer bestuur en vooral de macht wegnemen bij stadhouder Willem V. Wat heeft dit te maken met het overlijden van Daendels vader? Daendels vader zat in het stadsbestuur als stadssecretaris. Hij zijn opvolger werd benoemd door de stadhouder. En je kunt het vast al raden dat Willem V. niet voor een patriot koos, maar een zogenaamde orangist. Nadat nog een aantal orangisten in het stadsbestuur werden benoemd in Hattem, waaronder een voormalige lijfwacht van Willem V., nam Daendels op 8 augustus 1786 Hattem over. 6 dagen nadat hetzelfde al was gebeurd in Utrecht. Daendels kon Hattem innemen omdat hij kapitein was van het lokale exercitiegenootschap. Dit gewapende genootschap was de patriottische tegenhanger van de vaak orangistische schutterij. Dit was het begin van de patriottische revolutie. Een jaar later werd deze revolutie echter in de kiem gespoord door het Pruisische leger. Veel patriotten, waaronder Daendels, vluchtten naar Frankrijk. In het begin moesten ze zich ook daar rustig houden, onder de absolutistische koning Lodewijk XVI. Maar in 1789 brak de Franse revolutie uit. Daardoor konden de patriotten 3 jaar later, op initiatief van Daendels, het Bataafse legioen oprichten in Frankrijk. Samen met het Franse leger wist het Bataafse legioen de Nederlandse Republiek te veroveren in 1795. Vervolgens werd de Bataafse Republiek in het leven geroepen. Maar de patriotten kregen bijna meteen onderling oneenigheid over hoe de Bataafse Republiek bestuurd moest worden. Er werden daarom ook meerdere staatsgrepen gepleegd. 2 en mogelijk 3 staatsgrepen werden deels georganiseerd door Daendels. Zijn derde en laatste staatsgreep kwam echter niet van de grond. En samen met het feit dat hij een gevoelige militaire nederlaag had geleden in 1799, werd Daendels tijdelijk aan de kant geschoven door de Bataafse Republiek in 1802. In 1806 werd de Republiek echter opgeheven en het nieuwe Koninkrijk Holland uitgeroepen. De nieuwe koning, Lodewijk Bonaparte, benoemde hem tot luitenant-generaal. In 1807 werd hij vervolgens benoemd tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Geen gouverneur-generaal voor de VOC, want die was opgeheven in 1799. Ondanks de opheffing bleven veel structuren van de VOC bestaan, waaronder Nederlands-Indische families, die steeds meer macht naar zich toe trokken. Deze groep van oud-VOC-werknemers wordt ook wel de Oud-Gastenpartij genoemd. Vooral de familie Altink-Sieberg zorgde goed voor zichzelf in deze periode en kreeg het zelfs voor elkaar om 2 leden tot gouverneur-generaal benoemd te krijgen. Gouverneur-generaal Daendels kreeg de opdracht om het bestuur te verbeteren, maar moest vooral ook de voormalige VOC-bezittingen beschermen tegen de Engelsen. De Engelsen
waren namelijk in oorlog met het Koninkrijk Holland en het Franse Keizerrijk onder Napoleon Bonaparte, de beroemdere broer van de koning. Zoals de drie staatsgrepen al lieten zien, was Daendels een militair en niet een bestuurder. Militair opzicht wist hij dus ook wel dingen te verbeteren. Niet genoeg om de Engelsen ook echt buiten de deur te houden, maar wel genoeg om lokale leiders, zoals de sultan van Yogyakarta, onder de duim te houden. Hij liet ook de grote postweg aanleggen, omdat de zee onveilig werd gemaakt door Engelse schepen, waardoor de reis van Batavia naar Semarang niet meer 10 à 14 dagen duurde, maar 3 à 4. In bestuurlijk opzicht probeerde Daendels ook dingen te veranderen, maar deels door tegenwerking van de oud-gastenpartij en deels door zijn onsubtiele aanpak veranderde er weinig. Hij liet bijvoorbeeld in 1808 drie van de diefstal beschuldigde Europeanen nog tijdens hun proces ophangen en ontsloeg de rechter toen hij protesteerde. Dit soort dingen werden hem niet in dank afgenomen door de Europese bevolking. En ook onder de Indonesische bevolking was hij niet populair. Zijn grote postweg was bijvoorbeeld aangelegd met Indonesische dwangarbeid. Omdat hij het Nederlandse bestuur begon te centraliseren, belegerde hij Indonesische leiders. Omdat hij ze als ambtenaren begon te behandelen, in plaats van als Indonesische adel, zoals de VOC altijd had gedaan. Door dit soort dingen gaven Indonesiërs hem de bijnaam de Donderende Heer. Een jaar voordat Engeland Nederlands-Indië veroverde, vertrok Daendels weer terug naar Nederland. Terug in Europa vocht hij in Napoleons leger tijdens zijn mislukte inval van Rusland in 1812. Deze mislukte inval was het begin van het einde voor Napoleon Bonaparte. Na de val van Napoleon solliciteerde Daendels bij koning Willem I naar een baan. Koning Willem I was de zoon van stadhouder Willem V. Dezelfde stadhouder die Daendels had geprobeerd af te zetten in 1785. De stadhouder die hij in 1795 naar Engeland had verjaagd. Ondanks dit alles kreeg hij een aanstelling in 1815 als gouverneur-generaal van de Afrikaanse Goudkust. Maar als zoveel Europeanen overleed hij in 1818 aan malaria. Dit was het weer voor deze keer. Hopelijk tot de volgende keer.